Waarom het Bob-model geen Bob-model moet heten. Voor veel griffiers is Bob, het Bob-model of het Bob-vergadermodel een begrip. Maar voor veel nieuwe raadsleden en zelfs ervaren raadsleden werken deze letters van dit acroniem verwarrend. Het beeldvormende, het oordeelsvormende en de besluitvormende fase worden door elkaar gehaald. Met name de beeldvormende fase en de oordeelsvormende fase zorgen voor verwarring. Het woord beelden vormen roept associaties op met indrukken opdoen, al pratend jezelf toch een mening vormen. Terwijl het er juist om gaat om informatie op te doen om het voorstel te begrijpen. Oordeelsvormende fase lijkt te veel op besluitvormende fase. Een oordeel vellen is een besluit nemen. Dus dat zorgt voor verwarring. Wat is dan het verschil tussen de oordeelsvormende fase en de daarna volgende besluitvormende fase? Het woord besluitvormingsfase roept niet veel verwarring op. Het is wel duidelijk dat dat gaat om de stemming. Maar strikt genomen zijn alle drie de fasen onderdeel van besluitvorming. Mijn voorstel is om het acroniem IMB te gebruiken. Minder grappig dan Bob, maar nog steeds makkelijk te onthouden. De I van informatie, de M van meningsvorming en de B van besluitvorming. De informatieve fase legt de nadruk op de informatie. De informatie die de raadsleden moeten krijgen van het college, maar ook van de inwoners, om het voorstel goed te begrijpen. De M van meningsvorming legt de nadruk op debat en discussie. Door voorlopige standpunten uit te wisselen, kunnen ze uiteindelijk beter een mening vormen. En de B, de laatste fase, de besluitvormende fase, dat is echt bedoeld voor stemmingen. En nog de laatste amendementen als dat nodig is. Merk je helemaal geen problemen bij het uitleggen van het vergadersysteem of het onderscheid maken tussen drie fases aan de hand van het Bob-model, blijf het dan gerust Bob-model noemen. Maar merk je wel die verwarring, merk je dat het meer moeite kost om het onderscheid aan te maken, gebruik dan IMB. Informatie, meningsvorming en besluitvorming.